weer een nieuwe video. Ik weet het, het is weer 3 weken geleden dat ik heb geüpload. Maar ik had examens en die gingen nu eenmaal voor. Maar, en het goed, al goed, ik ben er weer. En vandaag heb ik voor jullie een kleine update video. Want in die 3 weken tijd is er echt wel heel veel gebeurd rond het Isomerics. En ik wou daar even een quick heads up over geven. Wat er juist allemaal is gebeurd. Ten eerste. Vinden jullie niet dat ik er veel beter uitzie? Dan bedoel ik niet mijn uiterlijk, maar dan bedoel ik de belichting. Ik heb 2 softboxen aangekocht en ik ben er echt heel, heel tevreden van. En ik denk dat dat ook mijn video's iets op een iets hoger niveau gaat brengen, omdat toch de belichting on point zit. Ik heb ook mijn geluid een beetje getweakt, omdat daar op de vorige video ook wel commentaar op kwam. Dus ik hoop dat het nu veel beter is. Laat misschien weten in de reacties hoe dat jullie het geluid, de belichting vinden. Ik ben er zelfs, denk ik, heel tevreden van. Yes, ik ben heel blij, want ik probeer altijd mijn content op een iets hoger niveau te brengen, elke keer opnieuw. Verder heb ik mijn eerste shout-out gekregen. Een shout-out door een YouTuber, Giar. Yes! Ik laat misschien even een kort fragment zien. Isomerics, hij was ook de derde plaats van de weetwedstrijd waar ik tweede was. Hij maakt ook echt geweldige video's. Check hem zeker uit, hij heeft ook veel te weinig abonnees. Hij heeft ook zo een keer een video gemaakt, zo dat hij ergens was om te overleven dit dat. Het was echt een zieke video, ik zou hem echt checken als ik u was. Ik heb in die week ook 150 abonnees bijgekregen. Waarschijnlijk ook door Giar, dus dankjewel Giar, dankjewel. Op Instagram zijn we ook bijna weer 5000. What the fuck. Super nice, echt waar. Dankjewel voor de liefde. Ik zet hier zijn kanaal in de beschrijving. Puntje 3. Misschien hebben jullie mij wel gezien op het kanaal van Ergin of Achterklap. Ergin deed een wedstrijd op Instagram in verband met de Maze Runner. Ik heb die gewonnen met deze foto. En ja, doordat ik gewonnen had, mocht ik samen met een andere fan op een meet and greet. En moesten we samen ontsnappen uit een escape room. Helemaal in thema van de Maze Runner. Ik zal misschien ook een klein fragmentje tonen. En? Gaan we doen? Winnen, hè. Denk het wel, hè. Ja. Wat gaat er door je heen? Sereniteit. Kalmte. Kalmte, focus, ja. Focus, hè. De wow. Cruise. Dus, ja. Als je dit kijkt, Ergin, nogmaals bedankt. Het was een hele leuke dag. Ik laat ook een link van de video in de beschrijving. Superleuk. Vierde. Er komen heel veel collaboraties aan met andere YouTubers. Het is niet altijd even gemakkelijk, omdat ik in Antwerpen en in Brussel leef. Dus dat is heel afwisselend. Maar er komen eraan, omdat ik nu vakantie heb. Ik heb nu veel meer tijd. En in totaal ben ik ongeveer met 3 YouTubers bezig om samen te werken. Ik ga nog niet verklappen met wie. Het gaat heel leuk worden, want ik had tijdens het examen echt verschillende zotte ideeën waar ik andere YouTubers voor nodig had. En ik denk dat we daar echt wel heel leuke video's uit gaan krijgen. En ja, wees voorbereid om mij op andere kanalen te zien. Maar ik ben er heel, heel, heel opgewonden over. Of excited om daaraan mee te werken. Puntje 5 al ondertussen. 5. Ja, er komen heel veel nieuwe video's aan. Ik heb het al gezegd, ik heb nu vakantie, dus ik heb veel meer tijd. En daarom kondig ik nu aan, ik zal het ook in mijn banner gaat ook geüpdate worden, dat ik ongeveer iedere week een nieuwe video ga uploaden. Ik ga geen vaste dag nemen, omdat dat heel moeilijk is met mijn studies ook. Maar ik ga toch proberen iedere week een nieuwe video te uploaden. En ik hoop dat ik het kan volhouden. Mensen die vragen van, upload iedere dag. Sorry, dat ken ik niet, dat gaat gewoon niet met mijn studies. En ook, ik probeer altijd mijn video's op een hoog niveau te brengen. En ja, om jullie aan het lachen te brengen. Of toch een zekere glimlach te tonen. Want ja, jouw glimlach is mijn doel. Remember. Dus ja, en dat gaat niet als ik iedere dag een video upload. Ik wil echt mijn tijd in die video's steken. Ik wil er echt over nadenken. Dus bij deze ga ik proberen iedere week een nieuwe video te uploaden. Ja, zo, dat was het. Voor vandaag. Dus zeker volgende week een nieuwe video. Ik denk dat er sneller een video gaat aankomen. Maar dan weten jullie het al. Volgende week komt er sowieso een nieuwe video aan. Ik hoop toch dat jullie de video iets te tof vonden. Het is misschien ja, een update video. Niet zo plezant. Maar toch dan weten ze wat er allemaal speelt rond. Het is de Merics. Ja, en nogmaals welkom aan de nieuwe abonnees. Superleuk dat jullie er blijven hangen zijn. Superleuk dat jullie kijken. Vergeet geen duimpje omhoog, dan weet ik dat jullie ook de video's en alle opkomende dingen tof vinden. Dat steunt mij, dat motiveert mij om iedere week te uploaden. En dan zie ik hier.
Dag!